Welkom bij een nieuwe Slime Sunday video. Ik had vandaag de keuze om iemand uit te schelden of een verhaal vertellen over hoe ik ben begonnen met skaten. Natuurlijk heb ik voor dat tweede gekozen omdat ik heb geen zin om kritiek te krijgen. Of ik heb geen zin om in te gaan op iets of iets te riskeren. Van, ik wil niks riskeren, ik wil gewoon... I wanna stay on my way, snap je? Ik moet niet de rechterweg pakken of de linkerweg. Ik moet gewoon rechtendoor gaan op mijn weg. Gewoon... Chill, we have to keep it chill. We have to keep grinding to 10k. We have to keep grinding to 100k. Vandaag ga ik jullie vertellen hoe ik ben begonnen met skaten. Als jullie het al opgemerkt hebben, ik heb geen bril aan. Dus ik kan... I don't know. Ik ben begonnen met skaten toen ik net 12 jaar ben geworden. Toen ik 11 jaar was, was het denk ik 2017, 16 denk ik. En toen was de Millie Rock nog zoiets. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Dat was nog zoiets. En iemand, een YouTuber genaamd Roy Purdy, heeft een video gemaakt over ja, in New York aan Millie Rock. En ik heb daarop geklikt, want het had keiveel views. En ik vond dat kei grappig. Ik vond dat zo'n leuk video. En in die video skate hij. En de shotjes in die video van hoe hij skate waren zo satisfying. Hij deed een 180, of ik weet niet meer wat dat was, of een kickflip, ik weet niet meer. Over zo'n appel, een hele grote appel, zo, ja, een stenen appel. In een skatepark, en dat was zo clean, dat was zo... Zeg maar, dit is skateboard, zo gezegd. En, of zeg maar... Zo, maar echt kei clean. Ik zal het stukje nu tonen. Dat was zo clean, dat ik gewoon meer wou kijken. Ik klikte op zijn kanaal. Ik ben natuurlijk naar andere video's gaan kijken en had veel meer skatevideo's. En ik vond dat zo nice. I fell in love at first sight with skateboarding. You know guys, you know the drill. Skateboard is life. Dus ik dacht van, ik moet die shit hebben. Niemand op mijn school deed dat, maar echt niemand. En ik was dan de enigste die kon skateboarden. Ik had geen skateboard, maar ik had er zo graag eentje. En ik zei van ja, ik ga naar de Dreamland en ik koop mezelf een skateboard. Ik had hem een paar weken gespaard. En ik had uiteindelijk dan 20 euro. En ik ben naar Dreamland gegaan. En... Snap je, de Dreamland is de winkel van kleine kinderen, zoals ja, ze hebben dat ook in Amerika. Nee, maar in Amerika heet dat geen Dreamland. Natuurlijk, dat is niet hetzelfde logo, maar... Elk land heeft wel iets anders. De Toys R Us, de Bart Smit. Die shit. Zo'n speelgoedwinkel voor kleine kinderen. Ik voelde mij dan stoer toen ik in die winkel stapte. Omdat ik... Ja, je hebt zo'n rij voor kleine kindjes. Je hebt dan rechterkant voor de meisjes. En dan helemaal rechts heb je dan... spelletjes. En helemaal links heb je dan de PlayStation spelletjes en de Xbox spelletjes. En de consoles en de gsm's. En dan helemaal heb je zo de achterste rij. En de achterste rij is van 10-jarigen tot 14-jarigen. En ik ben daar naartoe gestapt. En ik was zo in die rij van ja, kijk naar mij, ik ben 12 jaar. Ik ben net 12 jaar geworden. Kijk hoe stoer ik ben. En ik keek zo naar helemaal... Je hebt zo... Op de achterste rij, voor de 10-jarige tot 14-jarige, heb je zo BMX'en, fietsen, hoverboards, longboards, skateboards, rollerschaatsen en zo stappen en zo meer shit. En je hebt daar zo van alles. En er waren maar 4 skateboards. Eentje was van Mega Mindy, eentje was van Mega Toby. En eentje was van Cars, Lightning McQueen. En eentje was van Playlife. Maar die van Playlife vond ik zo hard. Omdat aan de onderkant van het dek had je zo een mooie foto van een stad. Dat zo'n beetje bewerkt is met groene effecten. En ik vond die zo nice, want die was zo basic. En de grip tape was gewoon helemaal zwart. Met zo'n heel klein watermark van Playlife. En ik wou dat er altijd afdoen. En ik ga niet liegen, mee. Ik ga niet liegen, hè. Maar die grip tape.
Wajo, een van de beste grip tapes dat ik ooit in mijn leven... Waar ik ooit in mijn leven mee heb geskate. Oeh, oh, ik mis die grip tapes nu al. Dat waren zo sterk. Ik pakte mijn mes, ik was zo boos. Ik wou die playlife eraf doen. En ik bleef met mijn mes daarop krabben. Tot als die playlife wegging. Maar dat werkte gewoon niet. Dat kon gewoon niet. Dat kon niet. Die grip tape was zo sterk en zo sticky. Ik vond die grip tape te hard. Maar het allergrootste probleem is de kwaliteit van het dek. En de rollementen. En de wiebe. Wow. Ik toon jullie het dek nu. Dus ja, dat is het dek. Die rollementen zijn super traag. Die rollen amper. Like, als je aan draait aan dat wiel draait voor 2 seconden. Nee, niet eens 2 seconden, voor 1 seconde en dan stopt dat vanzelf. De wielen zijn niet eens van rubber of ik weet niet meer wat dat is van materiaal. Maar dat is van plastic. Van plastic. Ik heb er 5 maanden mee geskate. Na 2 maanden. Die wielen. Helemaal weg. Die wielen zijn zelf opengescheurd. Omdat dat, ja, plastic kunt je makkelijk kapot maken. Eens kijken wat ik heb van plastic. Snap je? Plastic. Dit is de grond. Snap je? Gewoon de grond. Beton. En stel je voor, dit is plastic wiel. Dit zijn plastic wielen. Stel voor, ik rijd zo altijd, elke dag, 2 maanden lang met plastic op de grond. Die wielen worden dan zo dun, dat die uiteindelijk scheuren. En dat is dus gebeurd, mijn wielen zijn gescheurd. Maar ik heb wel sterke ollies geleerd, clean ollies geleerd. Ik heb wel leren rijden op dat bord, echt legendary. Het bord was uiteindelijk gesnapt toen ik hardere trucjes probeerde. Toen ik probeerde te droppen. Toen ik ollie van stairs probeerde te doen. Toen ik ollie op een one stair heb proberen te doen. En toen ik kickflip en heelflip probeerde voor de allereerste keer. Toen mijn dek ging zo snel kapot. En ja, toen moest ik een nieuw dek krijgen. Want we hadden een skate session. Ik ben dan uiteindelijk veranderd. Na de grote vakantie ben ik naar Aalst school gegaan. En in Aalst skaten superveel mensen. En daar waren zo een paar mensen die... Allee, ik kende ze niet. En ze vroegen aan mij of ik skate, want ja, in het begin, ja, geef je Insta aan mensen die daar zijn en dan leert je elkaar kennen, word je uiteindelijk vrienden. Dus ja, ik gaf mijn Insta en ik had een foto op mijn Insta waar ik om skate. En toen vroegen ze aan mij, skate je? En ik zei van ja, en dan zeiden ze van kom mee een skate session doen. En ze waren daar met 6 personen, ze hadden borden van Baker, Thrasher, Palace, Primitive en ja, zo merken. Ik kom daar aan met mijn dek van Playlife van €20. En ik voelde me zo stoer. En mijn dek rolde amper. En toen begon iedereen mij uit te lachen. Ik dacht van, yo, what the fuck is up, man? En toen keek iedereen zo raar naar me. Bro, hoezo je weet niet wat er is? Ik zei dan, ja, ik weet niet wat er is. Hebben jullie problemen of zo? En toen zei de guy, ja bord, hoeveel heeft die bord gekost? En ik zei €20. En dan is hij stuk beginnen lachen en ik voelde mij vernederd. It was a bad experience. En dan kwam een guy, hij was super chillen dude. Hij zei tegen mij, bader, luister, uw deck is fake, onprofessioneel, koop je een nieuw deck. Ga naar deze winkel en koop je een nieuw dek. En ja, ik ben naar die winkel gegaan een paar maanden later, een maand of twee. Na een maand of twee sparen had ik uiteindelijk €200, denk ik. 200, ja. En ik ben dan naar die winkel gegaan en ik zei van ja, ik dacht dat een skateboard €50 ging zijn. En toen zei die mevrouw van ja, hallo, wat wilt je, welk dek wilt je kopen? En ik wist niet wat een dek betekende. Ik zei van, wat is een dek? En dan zei ze van, ja, dat is een plank. En dit. En ik snapte daar allemaal helemaal niks van. En ik zei van, ja, mevrouw,
kunt u mij het beste bord... ik zei van, ja, kunt u mij een professioneel bord geven? En toen zei ze van, hoe bedoel je professioneel bord? En toen zei ik van, ik weet niet... toen heb ik even snel een vriend gebeld, die daar dichtbij woonde. En hij kwam daar. En dan heeft hij echt een perfecte dek voor mij gebouwd. Dus het was geen complete dek, het is een samengesteld dek. Ik heb dat dek nog steeds nu en ik skate er nog steeds mee. Alleen, ik verander de rollementen om de paar maand. Ik koop altijd nieuwe rollementen en ik heb ook nieuwe grip tape nodig. Maar ja, ik heb superveel trucjes geleerd met dat nieuwe bord. Ik was zo blij dat mijn bord eindelijk super snel kon rijden, super goed kon poppen en dat ik keiveel trucjes heb kunnen doen. Ik heb superveel trucjes geleerd, zoals heelflip, kickflip, fakey kickflip, popshuvet, ollies van 3 ster, ollie van 4 ster, ollie op 2 ster, ollie op 3 ster. Dat is echt het hoogste wat ik ooit heb gedaan. Ik kan ook boardsliden. Ik kan 50-50 doen op een kleine boxje. En ik kan op een box gaan en ervan af kickflippen. Nee, ervan af heelflippen. Heelflip is echt gewoon de truc. Heelflip is de truc. De allereerste fliptruc die ik ooit heb geleerd. Die fliptruc heb ik geleerd op mijn Playlife deck. Dus dat is legendary. Playlife deck. Dikke shout-out naar jou. Als jullie ervan hebben genoten. En als jullie niet skaten, ik raad het echt aan. Het is echt een superleuke sport. Er wordt nooit uitgesloten als je naar het skatepark gaat. Zeker ook als je een beginner skater bent of zo. Zeker niet schamen om naar het skatepark te gaan. De dudes in het skatepark zijn echt gewoon kei nice. En ja, dit was de video voor vandaag. Vergeet niet te skaten, te liken, te abonneren en te delen. En ik zie jullie in de volgende video, dat waarschijnlijk morgen is of overmorgen. Adios amigos, ciao!